Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Jaar van de Tuin, waarin we op bezoek gaan bij Leidse tuinen en onder andere ook tuintips geven en je wat vertellen over alle bloemen en planten die je in Leiden zoal ziet groeien. Vandaag is bij mij aangeschoven Wouter. Wouter is stadsecoloog bij de gemeente Leiden. Kun jij jezelf even verder wat voorstellen? Wie ben jij? Nou, in eerste instantie ben ik gewoon een bewoner van de gemeente Leiden. Kijk. Met veel plezier. Echt leis. En het is natuurlijk als gemeentemedewerker ben ik natuurlijk ook een beetje voor mijn eigen belang bezig. Ik wil de stad mooi groener maken, ecologisch waardevol. En dat is ook een van mijn taken bij de gemeente, dus dat ik bezig ben met het programma om de stad groener en ecologischer te maken. Oké, okay, en wat betekent dat dan, een ecologische stad? Wat moet er dan in een stad gebeuren? Nou ja, de basis is natuurlijk dat de stad, de omgeving aantrekkelijk is voor de mens, maar ook voor de natuur. Dus dat je natuur kansen geeft om te kunnen leven. Dus okay. Denk, nou ja, de vogels die kunnen fourageren en broeden, maar ook planten om te groeien. Okay. En dat is gewoon het hele systeem bij elkaar. Dus jij kijkt op een heel andere manier eigenlijk naar de stad. Want ik loop er doorheen en ik denk, goh, wat grappig, er zijn allemaal planten hier of wat een mooie boom. En jij denkt dan, hé, dit is goed voor de vogels? Ik heb verschillende fasen hoe ik door de stad loop. Hoor. Soms de werkfase en dan ben ik wel een beetje altijd toch wel bezig met van ja, wat gebeurt hier? Wat speelt hier af met beheer of wat kunnen we hier verbeteren aan de inrichting? Maar goed, als ik kan ook gewoon uitstaan in het werk en dan gaan okay. Ja, gelukkig wel. En dan ben je gewoon weer eventjes een bewoner. Dan ben je gewoon weer een mens. Ja. Ja, precies. Dat is wel prettig. Dat is prettig dat je kunt schakelen. Mm. En heb je zelf ook een tuin? Ja, zeker. Ik woon redelijk dicht bij het centrum. En dus het is een tuintje van 35 vierkante meter. Ja. En dat is heel fijn. En dat is gewoon, ja, daar kan je best wel wat mee doen. Dus ik heb hem optimaal benut. Er was echt geen plant meer bij. het is wel verrassend hoeveel bomen en struiken je uiteindelijk op zo'n oppervlakte kwijt kan. Dat is goed gelukt. En toen een beetje uitgebreid met een geveltuintje nog. Okay. En ik zit nu aan mijn max, dus ik ben een beetje klaar met inrichten. Qua tuinieren ben ik een beetje passief. Dus ik ben een beetje bezig met stekken en zo. En her en der ook gewoon plantjes uitdelen en ook weer ontvangen. En dat is leuk. Dus dat is mijn tuinieren. Maar de ruimte is vooral het beperkende factor. Maar je zei passief, dus verder doe je niet zoveel met al die planten. Nee. Hoe ziet dat eruit? Nee, dus ik denk dat ik ook een beetje een atypische tuin heb wat dat betreft. Het is, ja, de onkruid kan je dan wel gewoon, ja, mensen weten onkruid. Ik vind, das, look zonder look groeit overal op. En wat hebben we hier staan? Een beetje fluitenkruid en stinkende gouden natuurlijk. Dat zijn een beetje de kleuren die Leiden nu op het moment. Oké, okay. Dus je hebt gewoon precies wat er vanzelf opkomt eigenlijk. Ja, maar wel natuurlijk dat ik wel de keuze heb gemaakt van wat zijn de vaste planten. Dus de bomen en de struiken die ik heb neergezet. Okay. En het leuke is dat ik haal ook heel vaak planten uit de natuur. Mm-hmm. En als ik op vakantie ga, dan neem ik ook bijvoorbeeld een mispel mee of een meidoorn of weet ik veel wat. Of als ik naar de duinen ga, dan neem ik weer een liguster mee. Dat zijn jouw souvenirs van jouw vakantietripjes? Ja, dat zijn ook hele leuke planten die dan uiteindelijk... Ja, het gaat hard hoor. Als goede bodem staan, dan groeien die dat soort struiken heel goed. Oké, okay, kun je nog een beetje lopen in je tuin? Ja, het is wel een beetje beperkt. Ook de was ophangen en zo, dat is wel lastig. Twee wilde kinderen die soms ook een beetje rondruisen, dat is toch ook wel een beetje limitatief wat je kan doen met de tuin. Maar verder, dus het is ook gewoon voor gebruik, zeker. Oké, okay, ja. Je kan er nog wel een beetje zitten en een beetje de kinderen kunnen er ook nog wel een beetje spelen. Ja, okay. In een vijg klimmen en zo. Oh, joh. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, die worden wel vrij groot, geloof ik, toch? Ja, het gaat verrassend hard. Oogst je wel vijgen strakjes? Ja, nee, zeker. Ja. Kijk, lekker. Dat hangt een beetje van de winter af, wanneer dat kan. Want sommige laatste vijgen die gaan weer door naar volgend jaar. Dus dan kan je in juni al eerste vijgen plukken. Maar nu hebben ze een koude periode gehad. Dus de overblijfselen van het afgelopen jaar, die zijn nu al een beetje afgestorven. En zo, dus die kan je niet meer eten. Ah, dus dan moeten we wat langer wachten. Wat langer wachten, oké. Okay. En je zei net, je had ook een geveltuintje. Wat heb je daar zo al? Doe je dat op dezelfde manier? Ja, eigenlijk wel, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb er ook bijvoorbeeld een meidoorn in geplant. En dat is misschien, ja, de kleine struiken worden groot. Maar het is wel inmiddels wel een Die staat voor je formaat. Raam? Nee, ja, een beetje op de plek waar geen raam is, gewoon muur. Okay. Hè, dat is wel handig. En wat koningenkruid, dus dat vormt ook wel natuurlijk op een gegeven moment een soort groenmassa met bloemen. Dat is ook leuk. En ook die stinkende gouden, die gaat toch wel, ja, dat is ook wel een dominant nu. Ja, daar moeten we straks nog even op terugkomen. Ik pak hem er wel vast even bij. Dat is ja, deze is al ver, hè? Die heeft al... zaadvorming. Ja. Nou, ik zet hem even naar voren. Iets anders voor geveltuintjes waar ik nog even op wilde vragen, omdat je ze nu overal ziet opkomen, zijn stokrozen. Dat zijn hele gemakkelijke planten. Je ziet ze gaan vanzelf door de hele stad.
Maar als je nou geen stokroos hebt, kan je dat dan planten of kopen? Of moet je dat dan zaaien? Hoe werkt dat? Kun jij daar iets over zeggen? Ja, nou, zoals je waarschijnlijk weet, je hebt heel veel verschillende kleurvarianten aan stokrozen. Ja, het hier roze. Ja, dus inderdaad mooi roze. Er bestaan ook hele donkere, die ik vind, die bijna zwarte tint, die vind ik persoonlijk heel mooi. Ja. Maar als je dus zelf door de stad loopt, dan kan je daar ook een beetje op selecteren. Dus dan moet je een beetje in de gaten houden van wat zijn de planten die je mooi vindt, welke kleuren. Dan kan je, ja, die. Oh, kijk, check. Daar is je donkere. Ja, zwarte, ja, ik vind het ja, smaken verschillen. Ja, prachtig. Maar ja, als je dus een beetje in de gaten houdt wanneer de zaden rijp zijn, dan kan je ze zelf verzamelen. En dan kan je ze, ja, je hoeft ze natuurlijk niet te halen bij een of andere lokale plantenleverancier of wat dan ook. Je kan ze gewoon uit de stad halen, dat is het leuke. Maar haal je dan de planten eruit of haal je dan... Nee, de zaden verzamel je als ze rijp zijn. En okay. Dan, dus je en uiteindelijk kan je tot ze uitgebloeid zijn dan? Ja, dat is wel slim inderdaad. Okay. Je kan ze in het najaar in de grond stoppen of in het voorjaar. En wat je zei, het zijn hele makkelijke planten. En sterker nog, ze zaaien zichzelf ook heel makkelijk uit. En juist in een warmere omgeving en in een hele stenige omgeving doen ze ook dus. Oké, okay. Dus als ze strakjes gaan bloeien zo onderhand... Dan moet ik een beetje in de gaten gaan houden van, goh, ik wil graag, nou ja, deze roze bijvoorbeeld. Mm. En dan regelmatig even sneaky langslopen en dan zaadjes pakken. Ja, en ze bloeien dus van beneden naar boven. Ja. Dus als de bovenste bloemen nog aan het bloeien zijn, zijn de onderste die al redelijk ver. Dus dan kan je kijken van, zijn... Dat wist ik trouwens. Van die zaadpakketjes. Van onder naar boven gaan. Oké, okay, dat is wel leuk. En dan blijft er wel genoeg over. Dan is het niet dat ik bloemen aan het stelen ben van andere mensen. Nee, want je ziet, er zijn best wel veel bloemen aan één zo'n... bloeistengel, hè, bloeienwijze. Ja. Dus je, als je een paar van die zaden verzamelt, dan is dat ja, dan is het oké okay, natuurlijk. Dan ja. Kan dat ja. Ja, en het is meerjarige plant. 2 jaar in principe, maar soms zie je planten die het wel langer volhouden. En dan, dan heb je gewoon de rosette voor volgend jaar natuurlijk wel weer. Oké. Okay. Ja. En is dit nou ook, want je had het net over de stad moet ecologischer. Past dit daarbij? Stokrozen? Nou, het is een hele leuke plant, omdat het natuurlijk ook een beetje... Het is typisch voor straatvegetatie. Het is een beetje het wilde karakter zit erin. Dus als we niet te veel poetsen, dan zie je heel veel stokrozen opkomen. Oké. Okay. Nou ja, aan de Nieuwe Rijn heb je op een gegeven moment een 50 meter strekkende stokroosvegetatie. Nou ja, dat vind ik tof. Dat gaat vanzelf. Ja, dat gaat vanzelf. En dat past heel erg dus mooi in het beeld van nou ja, natuur gaat waar we niet poetsen. Mm-hmm. En vergroening komt dan ook. Dat is wat jij straatvegetatie noemt. Als je het een beetje zo gang laat gaan, dan komt er van alles groeien en bloeien. Ja, dus de verborgen biodiversiteit kunnen we dan ook een kans geven. Oké, okay. En dan krijg je ook vlinders, bijen, et cetera, op je stokroos. Ja, juist. Nou, sterker nog, als wij huismussen willen hebben, die eten ook zaadjes en onkruiden dus. Dus als vogeltjes is het ook nog eens... Ja, nee, absoluut. Ja, maar bloemen denk ik aan bijen en vlinders, maar daar horen ook de vogels bij. Ja, je kan niet zeggen, we willen wel huismussen, maar we willen geen onkruid. Nee, oké, okay, dat is wel goed. Ik denk dat heel veel mensen dat niet... Hoor hebben, tenminste ik niet. Dus dat is wel is een goed idee om te hebben. Heb jij ook stokrozen zelf in je eigen geveltuintje? Nee, niet een geveltuintje, wel in de tuin erachter. Oké. En die doen het een beetje goed. Dit is een beetje concurrentie tegen andere planten, maar dat komt vanzelf wel weer op. Oké, en in je geveltuintje, je zei net al meidoorn. Ik moet even denken, wat heb ik daar nog meer? Oh, dat is ook een leuke. Dat is een duinroosje, heb ik een keertje geplant dus. En dat kan ook lekker woekeren. Dus het zijn, blijkbaar selecteer ik wel een beetje woekerende planten. Ik wou dat zeggen, jij hebt het vaak over woekeraars. Nou ja, dat klinkt op zich wel heel erg leuk. Ja. Wat ik daar nog even nu zeg maar een berichtje wilde maken. We zijn ook gaan kijken in een tuin van iemand die het niet heeft laten woekeren. Maar het is wel heel erg groen. En hij heeft een vijver. Het is een groencoach. Dus iemand die je alles kan vertellen en uitleggen over hoe je nou het beste kunt tuinieren. Nou, dat gaan we nu even in het volgende filmpje nader bekijken. Je bent in de achtertuin van de groencoach. En dit is mijn tuintje. Ik heb er hopelijk, en zoals ik hoor, vele mensen genieten er ook van, een leuk tuintje van gemaakt. Met ook met de achterstand achter in mijn achterhoofd dat er duurzaam is gewerkt. Ook dingen ook met biodiversiteit. Het is een fruithaag. Een fruithaag van leibomen. En dit is de Elstar appel. Ik had hier voorheen, toen mijn ouders hier woonden, hadden we een schutting staan. Er was alles dicht en nu is het transparant. Kan je er doorheen kijken. Het voordeel is ook dat alles straks in bloesem staat. En de bijen daar ook heel veel plezier aan hebben. Voor het stuifmeel.
En ja, het geeft mij toch ook een beetje geborgenheid. En de vogels komen erop af, koolmeesjes die insecten vinden erin. En in september weet ik wanneer mijn appels klaar zijn, want dan konden ze pikken, de vogels. En dan weet ik dat ik ze weg moet halen. Ik heb drie appelbomen, twee perenbomen. Er zijn perenbomen, zijn commiezen. Dat zijn die dikbuikjes. Ik heb een reine klauwen pruim en twee kersenbomen. En ja, dat zijn eigenlijk gewoon normaal gevormde bomen, maar die heb ik zo de takken geleid, zodat dat ze horizontaal op het rek komen. De bevestigingen, dat valt best op zich wel mee. Je pakt een jong boompje en er zijn de takken wat flexibel in. Die kan je tegen het rek aanzetten, of je kan het ook natuurlijk tegen een schutting aanzetten. Een rek heeft een voordeel dat je aan beide kanten de zon kan opvangen. Alleen schutting heb je natuurlijk aan één zijde zonlicht. Dus dan krijg je ook aan één kant maar vruchten. Dus de buren mogen ook genieten, ja toch? En het laaien is op zich niet zo moeilijk. Ik gebruik wel buisband. Buisband is een rekbaar buisvormige bandje wat je eromheen kan knopen. En als de tak groter wordt, rekt dat met zich mee, zodat je geen schade aan de tak krijgt. Hier heb ik een stukje laten zien. Nou, dat kan je bij iedere tuincentrum kopen en het is helemaal niet zo heel duur. Elstar is dit. Ik heb nog meer, de Colnice peer heb ik staan. De pruim, de kers staan er ook. En ja, ik vond een gewone haag vond ik nou niet zo leuk om een haag te maken. Dus ik heb een alternatief gemaakt met gaas erachter. En de fruitbomen in een leivorm gebracht, zodat je toch een beetje beschut zit. En ja, ze zijn niet te versmalen. En hoeveel tijd ben je eraan kwijt aan zo'n fruithaag? Denk een uurtje, twee uurtjes over het hele jaar. Dus, en ja, plukken dat duurt even wat langer natuurlijk. Ik heb nog de honingbes heb ik hier staan. Dit is de blauwe bes. Nou, voor de pittige mensen heb ik nog wasabi staan. Ja, dan heb ik ook rozemarijn staan. Ja, dat is weer voor de biodiversiteit. De bloemen komen heel veel vlindersoorten op af. En dat is lekker voor de keuken. Hier staan we bij mijn kruidenbak die ik zelf in elkaar heb geflanst. De aarde die ik gebruik is potgrond. We hebben diverse soorten kruiden, ook groenten natuurlijk. De tomaten mogen niet ontbreken, dille. Italiaanse kruiden, de aardbei, ook de rucola, wat je in je sla gebruikt. Ja, dat is gewoon een vaste plant, dat komt gewoon elke keer terug. Peterselie ook. Nou, de aardbeien zijn altijd niet te versmalen, dus de muntsoorten. Ik heb twee soorten muntsoorten, dus de sinaasappelmunt en de aardbeienmunt. Dat smaakt heel apart in de thee. En de maggi mag natuurlijk niet ontbreken. Dat is de snackkomkommer. Die koop ik elk jaar opnieuw in. En dat is gewoon heerlijk, echt vol van smaak. En als je dat zelf laat, dan dat je het in de winkel koopt. Het rekje kan je gewoon bij een doe-het-zelf-zaken. Maar je kan ook zelf iets in elkaar flansen. Als je hier en daar wat takken aan elkaar vastbindt, dan maak je ook een vorm van een rekje. En dat hoeft allemaal niet veel geld te kosten. Dus door middel van ook van bamboe, zeg maar. Daar zou je kunnen dingen van begeleiden. Wij noemen dat de stakken of bamboe, dat noemen wij dan rijshout. En daar kan je dingen mee opbinden. En dat is altijd heel makkelijk. Dat is de pruimkiwi. Dat is een kiwi in een grootte van een pruim. Dus in principe hoef je deze niet te schillen. Die kan je zo in je mond doen. En er zijn heel veel vitamine C's in zitten. En zoals je ziet, daarboven de buren genieten er ook van. Heb je daar afspraken met over gemaakt? Ja, ik heb eerst gevraagd, joh, buurman, hij groeit naar boven, moet ik hem wegknippen? Ze zei, nee hoor, laat maar zitten. En de buurvrouw daarboven
Nou, die vond het ook prima. En ja, het is ook een stukje groener. Ik zit hier natuurlijk in een flat. En dat is heel erg versteend. Ja, zo'n groene klimplant door mij maakt het een stuk gezelliger. En ja, je plukt daar de vruchten van. En hiernaast zie je dan de buurman, daar hebben we ook een druif, een witte druif, hoe heet het, neergezet. En ja, die doet het prima. De buurman houdt de bovenkant bij, ik de onderkant. En wat boven zit mag de buurman hebben en wat beneden zit mag ik zelf gebruiken. Dus en uiteindelijk laten we altijd nog wat over naar de zoetigheid. En dan komen de wespen weer op af. Dus, en die vinden het allemaal heerlijk natuurlijk, die zoetigheid. En zo heb iedereen er wat aan. Ik vond het een hele mooie tuin. Met een vijver ook nog, met een mooie waterverdrager. Wat vind jij als ecoloog nou van zo'n tuin als deze? Nou, hoe kijk jij hiernaar? Volgens mij heeft deze persoon het heel goed voor elkaar. Ja, jij was ook wel enthousiast. Ja, lekker groen. En voedselproductie, dat is ook natuurlijk wel een leuk onderdeel. Ja, is altijd wel leuk. Ja, en als het zo groen is, heeft het natuurlijk ook gewoon een functie voor alle dieren die daar kunnen profiteren. Ja. Nou, we hadden ook nog een ander filmpje van een andere tuin dat ik even toch heel kort wil laten zien. Dankjewel Marijke voor het insturen. Ze had namelijk een vlinder gespot, een van de eerste denk ik in de tuin. Ja, dat was deze. Dus dat wilde ik ook nog eventjes kort toch nog laten zien. Ik dacht dat dit een Atalanta was. Was dat goed? Ja hoor, zeker. Ja? Ja. En hij zit op een... Dat is een... Het is een sering. En het aardige van die Atalanta is, het is waarschijnlijk een overwinteraar. En we dachten heel lang, de vlinderkenners, dat Atalanta's niet kunnen overwinteren in ons koude klimaat. En het klimaat verandert, dus het wordt een beetje warmer. En dan gaan dit soort exemplaren het ook... lukt het om van de herfst ook door te gaan naar het voorjaar. Oké, dus... Deze heeft de winter overleefd en ja. Is nu op deze sering aan het... Hij zag er een beetje verfomfaaid uit. Oh, dus het is de laatste generatie van vorig jaar. Och, wat bijzonder. Oh, dat is dan echt ook wel echt heel leuk dat we die er nog even bij gepakt hebben. Nou, dat is dan een goede soort van ik zie item. Wat is er nu zo al te zien? Nou ja, god, we hebben hier een hele hoop planten die nu al te zien zijn. Waarvan ik zelf meteen dacht, het fluitenkruid, dat herken ik. En dat ruikt altijd zo lekker. Dit zie je nu heel veel in de bermen staan. Kun jij er iets over vertellen? Waarom is dit een leuke of een interessante plant? Het is gewoon een aardige plant gewoon voor het beeld in eerste instantie. Je hebt natuurlijk heel veel insecten die op de bloemen afkomen. Dus de fluitenkruidbij heb je bijvoorbeeld gespecialiseerd in de fluitenkruid. En wat trouwens opvalt is dat we hebben natuurlijk te maken met een koud voorjaar... Dus in mei, in deze periode staan nog vol te bloeien, dus de bermen zijn helemaal wit. Ja. Dat was afgelopen jaar, vorig jaar was dat heel anders. Toen was het allemaal een beetje over de top in deze periode al. En dan komen de eerste gele tinten weer tevoorschijn, dus dan krijg je de boterbloem. Dat ik wel eens zeggen, dat is dan zeker deze. Dat is inderdaad, oops, hij zit een beetje vast in een ander plantje. Zo. Ja. Ja. Een heel mooi boterbloempje. Ja. Die zo lekker boterachtig glimt altijd. Klopt, ja. Daar profiteren bijvoorbeeld bepaalde zweefvliegjes van die daar pollen en nectar op komen scoren. Dus dat zijn gewoon de dominante kleuren die je tegenkomt nu in de stad, ja, in de bermen. Niet, en dat is heel leuk, dat zijn echt de wilde planten. Vaak een beetje van voedselrijkere bodems. Maar goed, die zijn ook van waarde natuurlijk. Dus ik zie ze heel veel langs slootkanten, ja, toch? Zeker, ja. Ja, zeker. Ja, daar waar het vochtig is, zie je boterbloemen, zie je erg veel terugkomen. Je hebt een nattige grond. Als ik een vijver heb, zou ik dat dan ook eerder in mijn tuin krijgen? Of is dat dan weer niet hoe het werkt? Het hangt een beetje af wat de bodem is rondom die vijver. Ja, precies. En vaak is dat gewoon een badkuipje, toch? Of zo, bij wijze van spreken. Ja, in veel gevallen is het natuurlijk zoiets wat je ingraaft. Ja, ja. Ja, klopt. En dan heeft het niet zoveel invloed misschien. Mm. Dat kan ik me voorstellen. Maar dit is wel echt, zeg maar, dit is typisch Nederlands. Ja, ja, absoluut, ja. Ja. En echt lekker voorjaar. Ja, en we missen dan eigenlijk de paardenbloem ook. Hè. Dus die staat er niet tussen. Die gaat, die is ook moeilijker om wat langer goed te houden, volgens mij. Maar in april bloeit hij natuurlijk ook massaal. En nu ook nog steeds een klein beetje. Maar ja, je ziet echt dat zijn toch de toonaangevende bloemen. Ja, wit en geel als trendkleuren van het voorjaar. Ja, heerlijk. Nou hebben we hier ook nog twee rozige en een paarse staan zelfs. Je trekt de dovennetel er ook uit. Ik trek de dovennetel eruit. Sorry, dovennetel. Zo.
Ja, ik ga gewoon alles eruit stallen nu. Mm-hmm. Even kijken. Hebben we hier nog twee andere? Wat zien we hier? Waar kijk ik naar? Ja, ja, dat is een meidoorn, hè? Deze, dit ja. is de meidoorn. Inderdaad. Ja, die is heel mooi. Ja, die is ook al een klein beetje over de top heen. Het leuke van de meidoorn is, nou ja, hij bloeit natuurlijk. Heel opvallend mooi wit. Het moment dat er natuurlijk veel insecten vliegen. Dus het is echt een magneet voor heel veel verschillende soorten insecten. De bijen en de vlinders die gaan hier ook... Ja, en de zweefvliegen. Het is, met gemak kan ik een uur lang bij een bloeiende meidoornstruik staan met mijn insectennet. Dan ga je met je insectennetje ga je allemaal beestjes vangen en observeren. Ja, en zo. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is helemaal geen saai klusje. Want er is echt zoveel te beleven op een bloeiende meidoornstruik. Nou ja, en als die uitgebloeid is, dan krijgt hij op een gegeven moment natuurlijk gewoon de rode besjes, die ook weer gegeten worden door van alles en nog wat. En in het najaar, ja, de meidoorn zelf is natuurlijk een waardplant. De blaadjes worden gegeten door heel veel insecten, maar ook door mijten. En dat is natuurlijk ook een vorm van biodiversiteit. Dus ook op een mooie struik, een grote meidoornstruik, ja, daar zitten gewoon heel veel microvlindertjes die dan ook weer rupsjes hebben. Zogeheten bladmineerders. En dat is, ja, dat is een heel ander verhaal. Ja, ik leer een hoop zo. Dat is niet het voorjaarsverhaal dat je wil hebben. Maar dat is ook biodiversiteit van een meidoorn. Dat is wel leuk, want ik wist niet, waardplant betekent dat de blaadjes van belang zijn voor insecten. En niet alleen de bloemetjes. En niet alleen de bloemetjes, aha. Ja, dus de functie is veel breder dan alleen maar hoe een plant bloeit. Oké. Dus niet alleen een nectarplant. En dan deze, want deze vind ik ook echt heel spectaculair mooi. Ja, is mooi. Ja, het is een donkere ooievaarsbek. En ik associeer hem altijd wel met mooie vakanties. Want het is een ding uit Midden-Europa en verder. Dit is een van jouw vakantiesouvenirs, zeg maar. Had gekund. Prima gekund, ja. Ja, en heel mooi, dat het is wel typisch, hè, die kroonblaadjes. Dus de donkere flappen, die zijn een beetje teruggeslagen. En dat is vrij kenmerkend ook voor deze soort. Oké. Maar we hebben natuurlijk meegenomen naar de lage landen, omdat die ook gewoon zo mooi is. Dus het is echt ook een beetje stinzenplantachtig. Of een plant die past in het stinzenmilieu. Hij staat ook in het Heempark, volgens mij. En wordt goed bezocht ook door insecten. Wat is een stinsenmilieu? Oh, stinsenmilieu. Oh ja. Ja, dat is toch gewoon het milieu dat mensen op een gegeven moment hebben gecreëerd in parken. Waarbij er geselecteerd is van planten van buitenaf, vanuit buiten Nederland. En dat we dan hebben gekeken naar bijvoorbeeld bepaalde tulpen of daslookachtige planten. En ja, daar hebben we een selectie gemaakt en die hebben we uitgebreid in de parken. Oké, okay, dus het stinsenmilieu is een soort van het Nederlandse gemaakte park. Precies. Ja, dus als je... Dit is een soort van Nederlandsiger. Ja. En dit is meer... misschien de meidoorn. Ja, dus de meidoorn niet, maar de... Deze is meer voor in parken en misschien ook wel voor mooie tuinen. Ja, klopt. Dus als jij in Bos van Bosman rondloopt of in het Heempark ook, hè, daar staat het ook helemaal vol mee. Dat zijn vrij veel stinsenplanten. En er is een uitgebreide discussie over welke plant wel en niet past in het stinsenmilieu. Oké. Okay. Ja. Nou, hebben we er nog eentje staan die we niet besproken hadden, behalve dat je net al even zei, pas op voor de dove netel. Dit is de dove netel. Die prikt niet. Ja, de witte inderdaad. Dus in die zin was het niet oppassen. maar hij het is ook een hele leuke nectarplant. Nee, het is een lipbloemige. Nee. Hij lijkt een beetje op een brandnetel. Dus daarom dat ik dacht... Ja, inderdaad. Dus dit is geen brandnetel. Dus deze is niet gevaarlijk, mensen. Het is een dove netel. Nee. En voor hommels bijvoorbeeld een hele leuke plant. Dus je kan daar ook gewoon... En de zaggenbij die komt daar heel goed op af. Die vliegt uitgebreid daarop. Ja, ik vind het ook een gezellige plant. En wat je vroeger als kind deed, was altijd zo'n bloemetje eruit trekken. Ik wou net zeggen, is dit nou dezelfde? Want ik had vroeger wel eens dat ik zo paarsig en dat je dan kon je zo nectar dat zo... Dan ja, dat precies. Zo, dat zoet. Dat is zo'n plantje ook. Dat is deze. Dat zijn de dove netels. Ja, je hebt natuurlijk diverse, de gele en ook de... Welke hebben we nog meer? Ja, ik had inderdaad volgens mij vroeger altijd paarsig of blauwig of zo. Ja, het zal de paarse geweest zijn, ja. Ja, dat denk ik wel. Dat was wel mijn herinnering daaraan. Oh, dat is wel echt heel erg... dan hebben we een heel mooi assortiment aan verschillende soorten planten gezien. Nou, dan zijn we eigenlijk alweer bijna bij de oproepen voor de acties van deze week. Nou is er vorige week, dat moet ik denk ik eerst even zeggen... is er een oproep gedaan voor de Zeeheldenbuurt als je daar een tuinmetamorfose wilt. En een tuinmetamorfose was een e-mailadres voor in de buurt gegeven. Dat was groenezeehelden@gmail.com. Dat klopt niet. Als je dus geen bevestiging hebt gekregen van je mail, dan klopt dat. Stuur dan opnieuw even een mailtje naar het e-mailadres. Ik zeg het even voor de zekerheid goed. groenezeeheldenbuurt@gmail.com. Het is een klein verschil, maar het doet er wel toe. Dus dan moet je eventjes opnieuw je mail sturen en dan maak je nog steeds kans. Daarnaast is de bloembollenactie afgelopen. Dus helaas als je niet besteld hebt. Maar we hebben wel een hele mooie tussenstand van meer dan 17.000 bestelde bollen.
Dus dat is heel erg leuk. En die gaan allemaal natuurlijk in Leiden dan ook geplant worden. En dus volgend voorjaar is Leiden één grote wolk van gele en van paarse krokussen. Ik heb er nu al zin in. Dat wordt denk ik heel erg leuk. En dan hebben we tot slot nog eventjes de tussenstand van het NK tegelwippen. Voordat we overgaan naar de kijkersvraag. Nou, de tussenstand. We zien het, we zijn nog steeds, ja, het is vrij steady. We doen het netjes, we zijn nog steeds zesde. Met 14.291 gewipte tegels. Dus mocht je nou denken, nou god hè, voor mijn gevel past nog wel een moie dove netel of een mooie meidoorn. Wip er dan nog even een tegel uit. Stuur een foto op nktegelwippen.nl. En dan krik je ons nog net een stukje boven, want dan kunnen we boven Oosterhout komen. Of misschien zelfs wel boven Vijfheerenlanden, Gorkum, Rukfum. Dat zou toch helemaal mooi zijn. Dan hebben we tot slot natuurlijk nog een kijkersvraag binnengekregen. Dat is ook een bezorgde tuinder die heeft bladluizen op zijn roos ieder jaar. En die vraagt zich af, nou ja, zo'n ecologisch, misschien weet die dan wat je daartegen kunt doen. Dus Wouter, kun jij de beste persoon uit zijn lijden verlossen? Zijn bladluis lijden? Ja, dat is een leuke vraag. En ik kom best wel vaak terug volgens mij. Nou ja, bladluizen, ja, die eten dus natuurlijk gewoon plantmateriaal. En daarom is het niet fijn voor de zorgvuldige plantenbezitter. Het is een mooi plaatje, ja. Inderdaad. Och, jeetje, ja, wat ze dus doen, ze boren dus gaatjes in de plant, waardoor de plant gaat lekken. Hè. Dus allemaal kostbare suikers die dan verloren gaan en die terechtkomen in zo'n bladluis. Nou ja, wat je kan je daar, ja, er zijn natuurlijk allemaal trucjes. Hè, om, bijvoorbeeld, ik keek even op internet. Nou, je kan er een soort koud water overheen spuiten. Of ja, je kan werken met mixjes van brandnetel of laurierkers of zo. Daar zit blauwzuur in. Dus dat je dat dan in het water doet? Nou ja, die kneus je een beetje en dan spuit je er overheen. Oh, okay. Maar wat ik als ecoloog natuurlijk veel leukere maatregel vind eigenlijk, is dat je zorgt dat je tuin natuurlijk is. En dat je daardoor ook natuurlijke bestrijding dus een kans geeft. Er zijn heel veel insecten en nou ja, ook vogels die bladluizen eten. Mm-hmm. Dus als, nou ja, denk aan een huismus, hè, die moet zijn jongen voeren met insecten, dierlijke eiwitten. Nou ja, dan gaat hij fourageren, dus dan zoekt hij die bladluizen op en die voert hij dan aan zijn jongen. Superbelangrijk. Dus mussen eigenlijk tegen je bladluis? Ja, maar ook lieve heersbeestjes en nou, de larven van zweefvliegen, die slopen ook al die bladluizen. Dus zorg dat je een natuurlijke tuin hebt, waar dus ook dat soort dieren een kans krijgen. Ja, en dan krijgen we zelf wel de bestrijding van die bladluizen die je nodig hebt. Dus zeg maar, als ik hem even moet samenvatten, tegels eruit is minder ongedierte eigenlijk. Dan krijg ongedierte, dan krijg ik minder luizen en dan is het meer een evenwicht. Ja, je creëert een evenwicht en een leefgebied ook voor de natuurlijke bestrijders van deze bladluizen. Oké, dus dat is een soort van samenvatting, diversiteit maakt eigenlijk dat je planten ook meer in een goed systeem zitten en dus ook wat weerbaarder zijn. Nou ja, dat lijkt me een hele goede tip. Mm-hmm. Ik weet niet of de tuin al veel tegels eruit had gehaald, maar in dat geval zou ik zeggen, doe nog een stapje erbij, dan gaan die bladluizen worden dan vanzelf minder. Nou, dat was het weer. Het was een zeer diverse aflevering deze week. Ik hoop dat jullie blijven kijken. Tot de volgende keer in Jaar van de Tuin.